Dames en heren, van harte welkom terug bij Assetto Corsa Competizione. Vandaag rijden wij in de JL League, seizoen 4, ronde 3 op Laguna Seca. We gaan een uur racen. Wij gaan vandaag een uur rijden op Laguna Seca, waarbij we de banden moeten wisselen en niet mogen refuelen. We zijn op een 11e plek gekwalificeerd met de Aston Martin. Is hoger dan ik had verwacht. Ik dacht echt uiteindelijk op, weet ik veel, 14 of 15e plek terecht te komen. Maar 11e plek is alsnog best aardig. Krappe baan, lastige baan. Veel zand aan de buitenkant. Dat kan je sowieso afremmen, maar daardoor spin je niet zo gauw. Dus dat is op zich best positief. Ik verwacht wel dat er inderdaad een aantal mensen vanaf gaan vliegen. Zij het door de curbstones, dat je een sprongetje maakt. Maar we gaan het voor de rest wel zien. Ik weet niet wat er in mijn instellingen is gebeurd, maar mijn spiegel staat toch echt enorm klote afgesteld. Die gozer die achter me zit op wat? Gewoon vlak achter me. En ik zie hem echt nauwelijks. Ik zie hem gewoon niet. Het is gewoon dat race 1 uur staat compleet verkeerd. Het staat gewoon compleet in mijn beeld. Ik heb helemaal niks aan mijn spiegel op deze manier. Dus ik moet eigenlijk meer zo koekoek. Als ik echt wil weten wat er achter me gebeurt. Goed, daar gaan we. 70 km per uur voor het uur op Laguna Seca. En daar gaan we. Wederom een beetje een trage start. Maar volgens mij staat die Aston Martin daar wel een beetje onbekend. Rustig aan de eerste bocht in. En dan gaan wij kijken hoe deze race zal verlopen. Tatooine maakt een flinke duik met zijn Lamborghini. En tik daar vervolgens iemand mee aan. En wij hebben volgens mij ook wel een plekje gewonnen. Maar er is veel chaos voor mij. En dat moest ik eventjes ontwijken. Het was even de vraag, ga ik rechts, ga ik links? En toen zag ik, hij gaat meer naar rechts. Dus laat ik maar meer naar links toe gaan. Maar dat was een onfortuinlijk incidentje. Waar wij uiteindelijk best wel wat tijd mee verliezen. Iemand aan mijn buitenkant. En die lijkt een beetje door te schieten. Dat is dikke prima. Geen enkel probleem. Wij staan op een 11e plek met M-Pro voor ons in de Aston Martin. Iemand schiet rechtdoor bij de corkscrew. De corkscrew is nou eenmaal gewoon dikke bak ellende. Zij aan zij door deze bocht is ook dikke bak ellende. En dit is ook een dikke bak ellende. Ik zie alleen maar dikke bakkies. Zo, die duikt flink aan de buitenkant. Dat gaat hij niet halen. En daardoor hebben wij een plekje. De 10e plek. Wederom veroverd. En zo pakken wij de achterkant van Chabent voor ons. En hebben we daadwerkelijk gewoon een ronde overleefd. Maar ja, er zijn nog genoeg rondes om te gaan. Dus de eerste ronde overleven is maar een klein onderdeel van het grote geheel. Dat kan wellicht een actie zijn. Nee. De bochtjes die er zijn, zijn niet echt inhaalbochtjes. Dat snelle knikje van zojuist. Pff, ja, dikke vinger dat je daar gaat inhalen. Hier bij de corkscrew, dikke vinger dat je hier gaat inhalen. Er zijn zoveel dikke vingerbochtjes dat je zit van, ik wil hier niet inhalen. Deze ook. Super lastig om hier in te halen. Omdat gewoon, je gaat liften, liften, liften. En dan ineens vol op het gas. En dan duik je ineens naar beneden toe. Hier zou je kunnen inhalen. En ik zou zeggen, bij de volgende kan je ook wel gemakkelijk inhalen. En de rest van de bochten, dikke fucking bakkelende. Hij schiet wijd. En mijn run is daardoor prima. En dan zijn we langs Chabent. De volgende die op de agenda staat is T-ploeg in de Lexus. En die is me toch een partijtje ver weg. 4 seconden alweer. Na 2 rondes. Kolleren. Door dat ene incident van de eerste ronde is daar een flink gat ontstaan. Dus we moeten even ons kinnetje neerhouden om daar weer bij aan te sluiten. Nou verwacht ik niet dat dat een onmogelijke opgave is. Maar het moet wel even gebeuren. Achter mij is Chabent op 0,6 seconden afstand. 0,7. Nu zijn we inmiddels 1 ronde verder. En 3,8 seconden, 3,7... Niet echt dichterbij gekomen. Niet echt. Het moet eventjes duren. Slow car up ahead. Is er een incidentje geweest? We gaan het ervaren. Wellicht dat iemand even langs de baan ging, maar ik zie niks. Als je bent achter mij, is zijn tempo aan het opvoeren. En is dus ook al enigszins genaderd.
Dus dat komt omdat wij een aantal foutjes hebben gemaakt. Ja, dat moeten we natuurlijk gewoon niet doen. Maak gewoon geen fouten. Ze rijden voor mij 1.23's, 1.24's. En ik rijd toch wat langzamer. Dat gaat niet helemaal best. Als ik ze wil naderen, dan zal ik toch even iets meer mijn best moeten doen. Wellicht dat er uiteindelijk wel een flinke controversie zal worden gestart als de pitstops uiteindelijk aanwezig zijn. De pit window gaat worden geopend bij de 40 minuten timer. We zitten nu op 53, dus dat duurt nog wel eventjes. Maar wellicht dat er dan wat incidentjes plaatsvinden. Er kunnen sowieso nog incidentjes plaatsvinden, wat schade worden gereden, et cetera. Maar het ziet eruit dat het veld al best wel uit elkaar gereden is. En dus dat er geen grote gekkigheid gebeurt. Al dus de voorspelling. Ik zie echt helemaal niks in mijn achteruitkijkspiegel. Helemaal niks. Nu pas als hij zo dichtbij zit, die zie ik een klein beetje van zijn bumper. Maar ja, die is helemaal verkeerd afgesteld. Voor mij, T-ploeg, 3,1 seconde afstand. Dus er is wel wat van die 4 seconden afgegaan, maar het is niet denderend veel. Die heeft het tempo er ook prima in zitten. Chabent is er afgevlogen en is dus onze dreiging, wat voorheen achter ons zat, door de zwarte Honda, is nu opgeheven. M-Pro zit op 5 seconden afstand. Dus dit wordt cruisen, my dudes. Cruisen totdat we dicht bij T-ploeg komen. Gele vlag. Wellicht is er iemand hier omgegaan. Dat is Ricardo. Dat is één plekje voor mij. Dankjewel. Die corkscrew is zo vertiefd om te nemen, hè. Daar kan heel wat fout gaan. En daar verwacht ik ook nog wel dat er wat fout gaat. Maar een achtste plek, dat is zeker mooi meegenomen. Wie weet of Ricardo nu schade heeft gereden. Ik hoop dat hij hem voor de muur heeft weten te redden. Maar voor hetzelfde geld heeft hij wel wat schade. En dat gaat hem natuurlijk kostbare tijd kosten. Ja, je zou het nu al een beetje kunnen omschrijven als niemandsland. Ploeg voor mij met 3 seconden plus. Ricardo achter mij met 4 seconden plus. Ja, en ik nader geen. We rijden allemaal ongeveer hetzelfde tempo. En dat, dan blijf je op nul staan. Ik ben benieuwd wanneer ook eigenlijk een geschikt moment is om te gaan pitten. Ik bedoel, momenteel rij ik nog in schone lucht. Heb ik niks te maken met blauwe vlaggen, et cetera. Dat komt ook pas later in de race. Maar ik moet eigenlijk naar aanleiding van dat een beetje een keuze maken van wanneer ik daadwerkelijk de pits inga. Want zoals het er nu voor staat, kan ik gewoon bij wijze van echt op het laatste moment van de pitwindow er nog even induiken. Zodat ik op het laatst toch de meest verse banden heb. Maar ja, dat is ook weer afhankelijk van het tempo wat ik op dat moment aan het rijden ben. Hoe de banden aanvoelen. Het verkeer om me heen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, voor nu kan ik eigenlijk nog niks bedenken. Gele vlag verderop. Oh, 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 oh. Is er iemand hier vanaf gevlogen? Ik zie niks, maar een groene vlag zie ik wel. Dus niks aan de hand. Zijn we een plekje vooruit gegaan of was het een blauwe vlag? Nee, nog steeds een achtste positie. Dan heb ik geen idee wat daar zojuist is gebeurd. Ricardo daarentegen is wel weer aan het naderen. Die zit inmiddels op 2,5 seconden afstand. Dus hij heeft een lekkere ronde gereden en ik heb twee matige rondes gereden. Hij is aan het naderen. Ik merk ook wel een beetje dat de banden nu toch wat slechter beginnen te worden. Misschien deels ook combinatie warmte van de baan, gebruik van de banden, et cetera. Dus daar moeten we toch wel een beetje op letten als we hobbeltjes gaan pakken. Klootzak, niet doen. Dat gaat me tijd kosten. 2,2 seconden afstand. De gifgroene Porsche met oranje is aan het naderen. Of was het rood? Nee, een van die twee. Slow car up ahead. Bovenaan bij de corkscrew is Laveau staat daar. Oh oh. Oh oh. De eerste blauwe vlagrakker. Had ik niet zo vroeg al verwacht. Ja, zo gek kan het af en toe eens lopen. En hij gaat eraf. Laveau heeft het niet zozeer naar zijn zin in zijn Lexus. En is er wederom vanaf gespind. Ik zag hem ook al bij een goede kwalificatieronde. Zag ik hem ook echt bij die laatste bocht daar zo. Wieuw!
Zo zonde. Zo zonde. Ik ben bang dat het er zoals nu uitziet dat Ricardo op een gegeven moment een paar moves gaat zitten maken. Nou wil ik dat natuurlijk voorkomen, maar 1,7 seconde afstand. Hij nadert steeds meer en meer en meer. En het lukt me maar niet om snel genoeg te rijden om hem van me af te schudden. Dus dat kan nog wel eens vervelend uitpakken in de aankomende rondes. Ja, mijn banden begeven het. Ik kan bepaalde bochten niet meer halen op de manier zoals ik ze eerst reed. Dus het is echt te merken dat de grip een beetje aan zijn einde begint te komen. Dus om nou wel een vroege pitstop te doen, ik weet het niet. Ik voel het niet helemaal. Wat rijdt Ricardo voor rondetijd? 24-2. Ja, dat is gewoon netjes. Ja, ik zit een beetje te overwegen. Echt, van die Ricardo is sneller dan dat ik ben, maar dit is ook weer niet echt een baan waarbij je veel gebruik maakt van de draft. Het zijn veel korte kleine afstandjes, dan weer even een hevige bocht. En dan een kort afstandje, hevige bocht. Dus aan de ene kant, ja, ik kan hem langs laten. Want dan ga ik zelf ook... Oeh, gele vlag weer verderop. Ik ga te wijd. Staat iemand omgekeerd? Meneer Ebbers, adieu. De Porsche zit nu daadwerkelijk in mijn nek. Oh, de onderstuur. Fucking hell. Dus ja, ik zou hem er langs kunnen laten. Dat zou mij ook best wel wat tijd besparen. Maar aan de andere kant zit ik ook van... Hey, die zevende plek vind ik best wel mooi staan. Die wil ik houden. Ik schiet door. Niet goed. Niet goed. De auto vindt deze baan niet meer leuk. Of de bandjes, kan ik beter stellen. Mijn fucking hemel. Ik kon gewoon niet meer remmen voor de corkscrew. Ik schoot gewoon rechtdoor. Dus ik zou waarschijnlijk nog ietsjes eerder moeten remmen. Gewoon puur om die bandjes te besparen. Wat een fucking bucket of misery dit, joh. Die Ricardo achter mij is overduidelijk sneller. En ik kan er gewoon niks aan doen. Ik ben niet snel genoeg. Oh, Apex raken. Moeilijk, hè, Don? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Tering, daar komt hij weer. Hij is aan het flitsen, ja. Dat is een indicatie dat hij meestal... Of dat iemand meestal wilt inhalen wat dat betreft. Dus ja, maar het is uiteindelijk... Gewoon een race. Dus zoek een plekje, vriend. Ik hoef je er niet langs te laten. Ga maar de pits in anders. Of anders ga ik de pits in. Dat is misschien ook wel een idee. Dan ben ik van hem af. Maar ja, 35 minuten. Ik bedoel, als ik nu al moeite heb met de banden op 25 minuten. Wat we nu dus hebben gereden. Laat staan als ik dat dan voor de fucking rest moet doen. Wat gebeurt hier? Er is een zandhapper. Meneer de zandhapper, de poter. Wat ga je doen? Ga je de corkscrew gewoon nemen? Oké, dit wordt interessant. Interesting, to say the least. Oh, hij behoudt de binnenkant. Oh, dat is fucking naar. Oké, we got him. Oké, we hebben hem. Fucking hell, die Ricardo werkt me op mijn zenuwen. Met zijn klote Porsche. Maar hij kan er... Ja, ik zie het u flitsen, vriend. Oh, kut, ik vergat te schakelen. Kut, nu kan hij er langs. Puur omdat ik niet schakelde. Dan mis ik gewoon mijn topsnelheid op het rechte stuk. En nu is hij er langs. Nu heeft hij hetgene wat hij altijd al wilde. Zijn plek terug. Godver. Dat was niet intentioneel voor de mensen die dat moment misschien denken. Ik zat achter me te kijken en toen was... Oh ja, kut, ik moet doorschakelen. Ik zit even tegen zijn toeren begrenzer aan te jekkeren. Is hij dan zo lieftallig voor zijn bandjes dat hij grip blijft houden? Of is hij gewoon wat kundiger dan dat ik ben? Ik vermoed het tweede.
Oeh, mijn bandenspanningen zijn omlaag gegaan. Huh? Begint het kouder te worden of zo? Want we rijden op 7:30 s'avonds. Staat rechtsbovenin. 7:32 pm. Dus het zou zeg maar ook kouder kunnen worden qua temperaturen. Als dat het geval is, dan moet ik eventjes mijn PSI en troepjes gaan verzetten. Voor de aankomende bandenwisseling. Want er moet daar blijkbaar wat extra druk in komen. Ja, ik kan die guy gewoon niet bijhouden. Hij is al footsie, joh. 1,1 seconde afstand. Niet te doen. Oeh, hij gaat! En ik ga ook! Maar hij gaat desastreus de muur in. Ricardo, compleet van de rel. En parkeert uiteindelijk zijn gevaarlijke Porsche. Wederom in de muur. Oh, 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 oh. Niet goed, maar voor ons wel goed. Want wij staan wederom op een 7e positie. Eureka! Ik zie hier helemaal links zie ik iemand in de zandbak staan. Vreemd, vreemde plek. T-ploeg inmiddels op nagenoeg 10 seconden afstand. Die heeft er een veel lekkerder tempo in zitten. Die weet zijn bandjes hoogstwaarschijnlijk ook beter te besparen dan dat ik dat doe. Dus ik weet niet of we daar uiteindelijk nog op lange termijn iets voor kunnen betekenen. Maar zoals het er nu uitziet... Ja, ik denk dat ik deze ronde maar de pits in ga. Dat lijkt mij een verstandige keuze. Want die blauwe vlagrakker achter mij weet me gewoon daadwerkelijk bij te houden. Dus A, dat is ongemakkelijk. En B, mijn fucking banden are killing me. Ricardo voor mij. Waarbij die een paar rondes geleden ook voor mij reed. Rijdt hij nu weer voor mij. Maar nu met een blauwe vlag op zijn nek. Ah, die fucking Beamer wil zichzelf zeker weer terug inhalen. Ja, ik heb het tempo gewoon niet. Sorry, Geezer. Ik ga nu de pits in. Je zult nog heel even geduld moeten hebben. Twee bochtjes. Deze en de volgende. En dan mag je er langs. Dan laat ik je er langs. Want fucking hell, deze baan is een bandenkiller. Hatsee, daar zijn we. Waar is mijn pithok? Let me in! Ja, ziet er goed uit. Geen schade, dat is ook positief. Hatsee. Fucking hell. Even hydrateren, jongens, hè? Waar kom ik terecht? Misschien kom ik achter die 50 terecht. Die zit nu helemaal links daar, oh. Alhoewel, misschien kom ik... Ik denk dat ik midden in die pack terecht kom. Oeh, dat kan wel lelijk zijn. Nice, dan kijk hoeveel vrije lucht we hebben. Heerlijk. M van den Berg, stop en go, 30 seconden. Die staat ergens daar nog geparkeerd. En wij staan momenteel op een 6e positie. Dus dat betekent dat... Ik moet niet van de baan afschieten, dat mag niet. Dat wij 1 plekje hebben gewonnen. Ik denk, wat zou Van den Berg hebben kunnen gedaan... waardoor hij uiteindelijk die stop en go heeft... Is dat een crash? Of is dat track limits? Of noem het eens. Wat het ook mogen wezen. Wij hebben daardoor een 6e plek op onze naam staan. Voor nu. Maar we hebben nog 27 minuten te gaan. Wij naderen onze eerste blauwe vlag na de pitstop. Dat is Laveau. De man die het niet naar zijn zin heeft. In de Lexus. Ik moet wel remmen, Don. Dat is wel een ideetje. Dankjewel, Don, voor de tip. En hij laat me er langs. Dankjewel, meneer Laveau. Probeer hem lekker rustig uit te rijden. Rij een race, joh. Hebben wij tijd gewonnen met onze pitstop? T-ploeg zit verderop. En die zit op 12 seconden. Nee, wij hebben geen tijd gewonnen. Waarbij die voorheen op 10 seconden zat, zit hij nu op 12. Dus die heeft degelijk wel wat tijd gewonnen. Maar hij zit nu op meer, joh. Is die MFT aan het doen? M-Pro zit achter mij in de Aston Martin om 19 seconden. Die gaat voorlopig niet dichtbij komen. Slow car up ahead. Even voor oppassen. Ik zie niks. Oeh, T-ploeg. Flinke fout gemaakt. Zit nu op 6 seconden afstand. Wellicht zijn koude bandjes hebben hem oneerlijk behandeld. En heeft hem uiteindelijk een fout begaan. Wellicht heeft hij schade gereden. Daar zijn we nog niet helemaal achter. Maar waarbij de 12 seconden eerst aanwezig was, is nu nog maar 5 seconden van over. Dus hij heeft een foutje van 7 seconden gemaakt. Goed zo, jongens.
wel kunnen rekenen. Ik merk wel een ding in de setup van deze auto. Voor een of andere reden al probeer ik te trailbreken, dan breekt hij in de achterkant gewoon elke keer uit. En het is zo irritant. Ik verlies daar elke keer zoveel tijd mee. En ik weet gewoon niet wat ik daaraan op dit moment zou kunnen doen. Waarschijnlijk helemaal niks, maar dat zal vast in die setup zitten. Inmiddels is Stasjak achter mij op 12,6 seconden. Die gozers hebben tyfus veel snelheid. En ik verwacht dat wij in de resterende 19 minuten... dat de kans best aanwezig is dat wij ook nog op een ronde worden gezet. Die top 3, die heeft een tempo, daar zeg je u tegen. Ik weet niet hoe ze het doen. Zeker in die ene verlepte Honda. Maar toch doen ze het. En daar zullen wij uiteindelijk vast en zeker gebruik van moeten maken. Dat is niet de term, maar onderdeel van zijn. Dat is de term. En we hebben hier een hele zoot blauwe vlaggen voor ons. Met, of die allemaal voor positie aan het strijden zijn. Dus ik weet niet helemaal wat hier de bedoeling van is, maar... jullie moeten allemaal één voor één mij er langs laten. En hoe jullie het gaan doen, dat deed ik in mijn frotten. Maar je moet het wel doen. Oh, dit gaat fout. Dit gaat me zoveel tijd kosten. Fucking hell. Guys. Come on. Come on. Dat die T-ploeg hier uiteindelijk feilloos is langsgekomen. Dat is echt een godswonder. Want ik ben echt al bakken met tijd kwijt hierdoor. En daar is de eerste die me langs laat. Meneer Zimmer, dankjewel. Naar mijn optiek was dat nog niet nodig. Maar ik accepteer hem zoals hem is. Kom uit het kutzand, klote Aston. Dan hebben we hier meneer Chef voor ons. Die een eigenaardige manier benut om... de corkscrew te nemen. Maar daardoor zijn we er ook alsnog langs. Prrr, jongens, jullie leveren me zweethandjes op met die fratsen. Weet je dat? Maar we zijn er langs. En we zullen er hoogstwaarschijnlijk geen last meer van hebben. Chef die heeft zelfs nog een 10 seconden penalty op zijn naam. En wij zitten 6,8 seconden van T-ploeg verwijderd. Ik ben bang... dat hem niet meer wordt. Maar een man mag hopen. Een man mag dromen. Echt, het verbaast me zo erg. Stasjak op minder dan 5 seconden afstand van mij. What the fuck. Ik zit in de top 6. En hij is de nummer 1. En hij rijdt iedereen op een rondje. Iedereen behalve de 2 en 3. Dat is toch absurd. Dat is alien pace. Maar ja, ik had ook vernomen vanuit bronnen binnen de JL dat meneer Stasjak een e-sports rijder is. Dus ja, weet je, voor zo'n recreationele content creator als mijzelf in vergelijking met een e-sporter, dan mag er inderdaad wel degelijk verschil tussen zitten. En het verschil laat meneer Stasjak ook wel degelijk zien. Oh, kut joh, ik schoot compleet wijd. Waar zal ik hem langs laten? Is dat hier al? Prima, ik laat hem hier wel langs. Het is niet dat ik T-ploeg de komende tijd ga naderen. En het is net dat ik mijn laatste bocht voor dit rechte stuk compleet vernachelde. Dus mijn rechte stuk snelheid was al niet om naar huis toe te schrijven. Dus weet je wat, meneer Stasjak? Gaat uw gang, gaat uw gang. 1:21.8 rijdt Stasjak. Doe normaal, gek. Doe normaal. Hoe de hel krijg je dat voor elkaar? Oh, rij gewoon sneller. Oh ja, haha. Sorry, vergeten. Voor mij, Dikken met de blauwe vlag. Wanneer gaat u mij er langs laten, meneer Dikken? Laten we het rechte stuk afspreken, oké? Okay? Dat lijkt me een geschikte... Nevermind. Geschikte plek. Hier kan ook. Ook goed. Ik was in de veronderstelling dat hij die bocht gewoon normaal zou nemen. Maar niks was minder waar. En zo zijn wij langs meneer Dikken.
Auto nummer 708 in de M4 GT3. T-ploeg, 6,7 seconden afstand. Nog steeds niet genaderd. Dat gaat hem dus ook gewoon niet worden. Met nog 6,5 minuten op de klok. Stel ik voor dat wij gewoon genieten van de zonsondergang. En gewoon genieten van de resterende minuten op deze baan. Achter mij zit T. Karpinen, nummer 17 in de Aston Martin. Met positie nummer 2. Het gat tussen hem en Starsak is echt aanzienlijk. Maar wellicht dat hij uiteindelijk mij nog eventjes komt bezoeken. En uiteindelijk van zijn blauwe vlag gaat profiteren. Ik vind het bijzonder, ook gewoon hij in de Aston Martin, hoe vlug die gozer is, dat is petje af, zeker. Ik doe mijn uitmuntende best hier, maar ik kan er niet meer uit krijgen. Maar er zijn dus meer capabele mensen op deze wereld die dat dus wel kunnen en dat is gewoon heel erg mooi om te zien. Leader is on the final lap. Dus dat betekent bij deze, aangezien hij ons op een ronde afstand of op een ronde heeft gezet, dat dit ook onze laatste ronde wordt. En hij gaat nu in, met nog 1 minuut te gaan. T-ploeg op 6 seconden afstand. Die moet een absurde fout maken. Als ik nog zijn positie wil overnemen. En anders moeten wij gewoon genoegen nemen met een 6e positie. En gezien de situatie, gezien waar wij begonnen waren op een 10e positie. Op Laguna Seca, wat zeker gewoon een lastige baan is. Zit ik van, nou weet je, die is mooi meegenomen. Die schrijf ik op mijn buik. En die stop ik in mijn broekzak. Uiteindelijk, ik heb niet echt iemand echt ingehaald. Ik heb echt alleen maar geprofiteerd van foutjes. Of van mensen die van de baan afschoten. Of wat dan ook. Voor de rest heb ik geen inhaalactie opgezet. Maar zo blijkt me weer, als je schoon rijdt, pak je ook gewoon puntjes mee. En dat vind ik ook wel eigenlijk een hele fijne manier van rijden. En Stasiak gaat zojuist over de finishlijn heen. Hartstikke netjes gedaan. En bij deze gaan wij de finishlijn over. En hebben wij bij deze race op Laguna Seca na een uur rijden, hebben wij een 6e plek weten te bemachtigen. Mijn linkerhiel doet zeer! Dag meneer Ploeg, je moet nog een cooldown lap rijden. Goeie donut, Stasiak. Geniet ervan. Hey, laten we gaan kijken naar de resultaten. Goed, de kwalificatie. Wij waren oorspronkelijk op een 11e plek begonnen. En uiteindelijk bij de race is Rafał Staszak eerste geworden. En die heeft 30 punten vergaard. Karpinen op een 2e plek met 26 punten. Brunchitz op een 3e plek met 24 punten. Seidman op een 4e plek, 20 punten. Ploeg, 18 punten. En mijzelf op een 6e plek met 15 punten. Wat dat het uiteindelijk doet met de standings is Brunchitz op een 1e plek met 78 punten. Staszak op een 2e plek met 68 punten. Ricardo op een 3e plek met 54 punten. Tatoei op een 4e plek met 52 punten. Seidman 5e plek met 45 punten. Karpinen 6e plek met een 41 punten. Sjaulenskas, die staat grijs. Is hij gedisqualificeerd? Is hij weg? 7e plek, 38 punten in ieder geval. Mijzelf op een 8e plek met 35 punten. Ploeg op een 9e plek met 31 punten. En Van den Berg op een 10e plek met 28 punten gedeeld met Billen. Ja, je ziet bij de top 4 zie je gewoon wel echt een degelijk verschil qua best lap. De nummer 1 heeft een 1.21.6 gereden op zijn best. 1.22, 22, 22. En dan ineens boom! 23,5, 23,7, 24, 23,3. Het is gewoon geen eens dichtbij de 22's. Daar toont zich toch wel een beetje het klassenverschil aan. En daar laten wij het ook bij. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's daarnaast mij. Maak er vooral gebruik van. En zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!